gaat om innovatie, het gaat erom om nieuwe initiatieven eigenlijk een kans te geven. Het gaat eigenlijk vooral ook om het aanmoedigen van ondernemerschap. Behalve geldbedrag bieden wij vooral ook coaching aan vanuit onze kennis en het aanbieden van het ontsluiten van een netwerk. Dit jaar heb je een heleboel inzendingen gehad. We gaan er straks 3 zien die het geschopt hebben tot deze finale. Ja, en dan mag ik heel hartelijk feliciteren. Tyrell van Toilet. Words cannot describe the amazing feeling that I'm having right now. With this, we're really now actually able to get ourselves out there and actually being able to make a real positive change. Thank you. Thank you so much. Ja, wat Tyrell zo bijzonder maakt is dat hij ontzettend enthousiast en gedreven is. Hij is onwaarschijnlijk goed in het presenteren van zijn verhaal. Ja, en juist dat het dus niet af is, daar is ook deze award voor bedoeld. Dat we dat steuntje in de rug kunnen geven. De aanmoediging om dit uiteindelijk met succes echt naar de markt te kunnen brengen. I'm just very happy to be able to have this opportunity to win. You know, words just can't describe the feeling that I'm having right now. This 10,000 euros is going to be invested directly into the business. With this, we are now able to scale up our research and development and actually get our bins to the market in 2021.